Maurice, u bent van Brandweer Kennemerland. U heeft zojuist een woningcheck gedaan qua brandveiligheid. Hoe gaat u precies te werk? We hebben eigenlijk een vast protocolletje in een iPad. Er staan punten in waar we gewoon standaard naar kijken. Dus het begint eigenlijk al bij binnenkomst. Is het huisnummer goed zichtbaar? Geen opslag van goederen of rommel direct achter de voordeur is. Dus dat de voordeur goed open is. En uiteindelijk doen we gewoon een hele check van de woning. Van de woonkamer tot de slaapkamers, keuken, eventueel bijkeuken. En dan kijken we naar de eventuele puntjes die brandgevaar op zouden kunnen leveren. En die proberen we dan zo snel mogelijk in overleg met de bewoners weg te nemen. Wat waren de minpunten nadat u de check heeft gedaan? Ik had bovenop een slaapkamer echt een hele oude stekker. Die gewoon een hele hoop ruimte had in het stopcontact. Oude bedrading, oud schakelaartje. Er stond wat opslag tegenaan. Dus dat is een puntje van aandacht. Moesten er nog rookmelders vervangen worden? Op de bovenverdieping was een rookmelder aanwezig. Gewoon met een blokbatterij. De eerste keer dat ik hem indrukte voor de test, gaf hij voldoende geluid. De tweede keer liet hij het eigenlijk een beetje afweten. Dus we hebben twee nieuwe rookmelders geplaatst. Eén op de overloop en één beneden in de gang. Meneer en mevrouw Pieters, er is zojuist een woningcheck gedaan qua brandveiligheid. U bent als eerste uitgekozen. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het heel, ten eerste sowieso ook de eerste was, dat hoorde ik nu net, dat vond ik heel mooi. En ik vind het heel goed eigenlijk dat het is gebeurd eigenlijk, ja. Ja. Zelfs de komst van de burgemeester? Ja. Nou, ik werd er gelukkig niet heet of kouder van toen ik het hoorde, hoor. Dus, ik zei het eerst was, ik zei, als ik me niet mijn kamer hoef te stoffen. De koolmonoxide is ook opgemeten. Wat is er zo gevaarlijk aan koolmonoxide? Nou, koolmonoxide is een gas wat vrijkomt bij een onvolledige verbranding. Je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet het niet. Het is een sluipmoordenaar. Wat is nou de meest voorkomende brand qua elektriciteit? Nou, qua elektriciteit, als we gaan kijken dan naar de elektrische apparaten, dan is eigenlijk altijd nog de wasdroger de grootste veroorzaker van brand in de woning. En dat heeft meestal dan te maken met het onvoldoende schoonmaken van de filters. Meneer Ossel, u bent zojuist getuige geweest van een woningcheck qua brandveiligheid. Ja. U heeft zelfs een rookmelder opgehangen. Waarom vindt de gemeente dit juist zo belangrijk? Nou, het blijkt dus dat 2 op de 3 branden die kunnen ontstaan doordat mensen eigenlijk niet goed opletten. En dit project Brandveilig Leven, waar we 650 adressen bezoeken, dat doet de brandweer en allerlei vrijwilligers en ambassadeurs. Dat zorgt ervoor dat mensen meer bewust zijn over de risico's van brand en rook. Die kijkt ook tegelijkertijd van zijn er nou plekken in huizen waar het kwetsbaar is. Bijvoorbeeld elektriciteitsaansluitingen en andere dingen. De wasmachines en dat soort zaken. En ze kijken ook of er rookmelders zijn of die nog functioneren als ze er zijn. En als ze er niet zijn en het is nodig om het te doen, dan worden ze aangebracht. Dus dat is een heel mooi project eigenlijk. Zeker als je bedenkt dat 2 op de 3 branden ontstaan doordat mensen hun gedrag eigenlijk niet goed aanpassen en er niet van bewust zijn. En als ze er meer van bewust worden, dan wordt het minder, hopen wij. Dus voornamelijk de mensen bewust te laten maken over de zelfredzaamheid. Ja, dat klopt. En daarom kiezen we ook speciaal voor de groep 65-plussers. En mensen met, dat heet dan een WMO-indicatie, mensen met een rollator of anderszins. Dat zijn de extra kwetsbare groepen, want die kunnen minder snel uit huis komen. Dus je moet al heel snel zijn. En dan moet je ook nadenken, hoe ga ik dan? Wat gebeurt er dan? Je hoeft niet bang te zijn, maar je moet er wel bewust van zijn wat de risico's zijn. En slaapt u nou dit gedaan is een stuk rustiger vannacht? Nou, ik ben gelukkig een goede slaper, dus dat scheelt. Maar je moet oppassen dat je jezelf niet bang maakt door alle voorzieningen. Daar moet ik mezelf heel goed op betrappen, denk ik. Want door vele waarschuwingen word je ook angstig. Nou, er zijn nieuwe rookmelders opgehangen en voorlopig kunt u er weer even tegenaan qua brandveiligheid. Ja, mooi. Heeft u wel eens eerder een brand meegemaakt? Ja, in 1978. De keukenbrand, tenminste de koelkast in de brand aan kortsluiting. Maar de hele keuken die was wel goed daar het was, ja. En de rest van het huis, want de roet. Oh, verschrikkelijk. Dit was een van de activiteiten van Brandveilig Leven. Welke activiteiten komen er nog meer? In het kader van Brandveilig Leven? Dit is eigenlijk al een hele grote. We zijn natuurlijk ook met de brandweer aan het praten van wat voor acties kunnen we nog meer doen. In het kader van preventievoorlichting, voorlichting op scholen, dat soort zaken meer. En het is een onderdeel van het grote plan voor de uitvoering van veiligheid, meer veilig leven überhaupt in Beverwijk.